In deze tutorial laten we zien hoe je een mailbox van de server kunt ophalen in je Gmail account. Eigenlijk is dat heel simpel, dan heb je verder geen client nodig op je computer en gebruik je gewoon Gmail om je mail op te halen van je domeinnaam. En hoe ga je dat doen? Je gaat eerst naar mail.google.com en je gaat inloggen. Dan zie je hier de instellingen. Die klik je aan en dan zie je hier alle instellingen bekijken. Dan ga je naar beneden, hierboven, zie je accounts en import. Die klik je aan en dan zie je hier e-mail bekijken uit andere accounts. In dit geval heb ik cfcms.nl al ingesteld als POP3 en die haalt dus nu de mail op. Ik wil nog een mailclient toevoegen. Klik ik op. Het mailadres in dit geval is info@flatcms.nl. Dat is ook een domein voor mij. Volgende. E-mail importeren uit mijn andere account. Dat wil ik. Volgende. De gebruikersnaam is mijn e-mailadres. Het wachtwoord wat je van mij gekregen hebt, vul je in. De POP3 server is mail. En dan je domeinnaam.nl. Poort is 110. En je kunt kiezen om een kopie van de opgehaalde berichten op de server achter te laten. Dat is handig als je later zegt, ik wil toch een mailclient hebben. Dus die vink ik aan. Binnenkomende berichten labelen zou je kunnen doen. En dan zeg ik account toevoegen. Je kunt, ja, ik wil e-mail kunnen verzenden. Wil je e-mail kunnen verzenden als info? Ja, dat zou je eventueel voor kunnen kiezen. Ik kies in dit geval voor nee en ik kies op voltooien. Dat was hem. En nu staat hij erin, als het goed is. Dus even kijken, ik zie hem niet staan. Inbox. Kijk, hier staat hij. Nu controleren. En zo heb je dus je POP3 gekoppeld aan je Gmail. Dat was het voor nu. Oké, bedankt.